Wat erg. Oh, dit vind ik zo erg. Hallo jongens, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van het gore lef van mannen. Want dat is eindeloos. Helaas. Maar wel grappig. Maar ook jammer en zielig. Anyway, ik heb weer een heleboel verhalen van jullie. Mocht jij nog een juicy verhaal hebben over het gore lef van mannen. Ten eerste, zijn we verbaasd dat er zoveel verhalen zijn? Ten tweede, stuur me op via Instagram via een DM'tje. En als je er toch bent, volg me ook even op Instagram. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Wat vinden jullie van mijn intro? Dat ging echt heel goed. Ik ben gewoon zo blij dat ik zelf van alle ellende af ben. Ik heb een half jaar lang gedate met een man wat een serieuze kant op ging. Hij betaalde regelmatig voor onze dates. Simpelweg omdat hij me vaak net voor was. Je hoeft jezelf niet uit te leggen. Man kan prima betalen voor de dates. Mijn mening. Als je er logisch over nadenkt, hoe ga je altijd alles splitten met een man? En ik bedoel alles. Want als je 50-50 wil gaan, dan moet je in alles 50-50 gaan. En dat is met een man onmogelijk. Anyway. Ik heb 100 keer om tikkies gevraagd, maar kreeg die nooit. Niet doen, trouwens. Abort mission. Nooit doen. Nooit. Heb ook benoemd dat ik niet wilde dat het op zou stapelen. Maar waarom zie je dat als een soort... Ga niet 50-50 met een man. Je krijgt er alleen maar gezeik van. Eindstand. Het daten stopte en deze man stuurde zonder blik of blozen tikkies van het afgelopen half jaar. Zelfs voor een verrassingsdate die hij had geregeld. Toen ik zei dat het een beetje gek was, was hij het wel met me eens en trok hij dat specifieke tikkie in. Weet je wat ik had gedaan? Ik had hem geblokkeerd en die man had nooit meer wat van mij gehoord. I don't care. Ik hoop echt niet dat zij betaald heeft, maar dat denk ik wel. Je kan prima voor een man betalen. Gewoon één keer in de zoveel keer. Maar ga niet op drammen dat je zo graag 50-50 wil doen. Doe dat niet. Want stel je voor, hè, ik neem even mijn eigen leven in dat voorbeeldje. Stel je voor, ik had mijn vorige relatie 50-50 gedaan. Dan had ik niet alleen een trauma opgelopen, letterlijk anderhalf jaar van mijn leven verspild. Ik heb oprecht grijze haren erbij gekregen, dat had ik daarvoor niet. Zoveel koppijn, zoveel tranen, migraineaanvallen gehad. En nog steeds echt terugblikken naar die relatie waarvan ik slapeloze nachten krijg. En had ik ook nog geld verloren. Dat is het zo niet waard. Bespaar jezelf in ieder geval een paar centen. Ik zeg het ook altijd tegen mijn vriendinnen. Niet je portemonnee gaan trekken. En dat maakt mij niet uit wat jullie nu gaan zeggen. Mijn mening, en vooral in het begin. Die hele dateperiode. Als hij wil betalen, laat hem. Als hij dit en dit voor je wil doen, laat hem. Ga niet met je pinpas lopen. Nee. Nee. Daarmee trek je verkeerde types aan. We hadden een eerste date gepland, maar ik belandde een dag daarvoor helaas heel erg ziek in een ziekenhuis. Ik voel waar het heen gaat. Uiteraard konden we hierdoor niet afspreken, dus heb ik hem dat meteen laten weten. Hij reageerde in eerste instantie begripvol, maar toen hij het daten 2 maanden later daarna wilde stoppen, bleef hij maar als argument gebruiken dat ik onze eerste date had afgezegd. En dat ik gewoon niet genoeg moeite had gedaan die dag. En dat ik best wat had kunnen regelen. Stel je voor, je wil een eerste date afzeggen. Dan ga je echt iets beters verzinnen. Dan ik lig in het ziekenhuis. Hoe afgezaagd is dat? Tenzij het echt waar is. Maar je gaat het niet als excuus gebruiken. Dan zeg je gewoon... Oh, trouwens, ik heb nog een verjaardag van mijn tante, die ben ik vergeten. Like, whatever. Iets. En daarna wilde ze toch wel gewoon met hem daten. Dus het was niet zo dat ze eronder uit wilde komen. Wauw. Dat bedoel ik. Mannen met kleine egootjes. Die kunnen dat soort dingen niet loslaten. Oké, dit is echt een verhaal. Ik moet er echt even beter voor zitten. Oh mijn god, ik lees de eerste zin en het is echt verschrikkelijk. Mijn ex en mijn beste vriendin waren stiekem met elkaar bezig. Hoogste verraad die er is. Hij stuurde video's dat hij klaar... Wat goor. Wat ontzettend goor. Hij stuurde video's dat hij klaar kwam naar haar en zij bleef flirten met hem.
haalden ze een dinkie eruit als ze samen in de auto waren. Hoe weet zij dat eigenlijk? Om vervolgens daarna met z'n allen uit eten te gaan met mij en dan doen alsof er niks was. Oh my god, dit is zo erg. Nadat hij het opbiechtte, heb ik die vriendin geblokkeerd overal terecht. Zei ze tegen hem, kan je zeggen dat het niet waar is? Daarna kwam ze steeds naar mijn huis. Bellen met haar werktelefoon. Beste vriend van mij steeds lastigvallen. Kaarsen sturen. En vraag ze via andere vriendinnen of ik wil praten. We zouden op vakantie gaan samen. Zegt ze in de brief, kunnen we het niet uitpraten zodat we alsnog kunnen gaan? Oh mijn god. Ja, mannen zijn erg, maar vrouwen zijn eigenlijk nog erger. Stel je voor, je gaat zo je bestie backstabben. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Dit is zo, zo erg. En zeggen dat ze onder druk zat door hem. Het is nu 1,5 jaar geleden en ze stuurde met mijn verjaardag weer een kaart of we nog kunnen praten. Want ik ken haar langer dan hem. Wat is dat voor een reden? Deze meid heeft al mijn geheimen aan hem doorverteld en ze maakte me allebei zwart achter mijn rug om. Echt crazy. Oh, dit vind ik zo zielig. Dit vind ik echt... Dit is niet eens meer het gore lab. Dit is harteloos. Dit is zo echt hoogste verraad. I am sprakeloos. Een man vroeg na de eerste date of ik op hem wilde staan. Ben er nog steeds niet achter waarom. Het zou wel een king zijn geweest. Ja, 1000%. Wel gek om zoiets na een eerste date bespreekbaar te... Nee. Hij probeerde het eens bespreekbaar te maken. Hij vroeg het gewoon. Nou ja, weet je, dan weet je direct wat je voor je hebt. En als het geen match is, dan is het geen match. Props voor open communicatie. Oké, we hebben echt een heel erg lang verhaal. Ik weet niet eens of ik zoveel woorden kan lezen. Oké, let's go. Over het gore level mannen gesproken. Ik had via Tinder iemand leren kennen, wat echt vanaf het chatten al super goed klikte. Nou, wij afgesproken echt een fantastische eerste date gehad. Hij had zelfs het bonnetje meegenomen als aandenken aan onze eerste date. Omdat alles zo vanzelf ging en zo enorm goed klikte, was het al best wel heel snel serieus. Maar na 1 maand of 2 merkte ik dat hij van de een op de andere dag niet meer reageerde. Of bijna niet meer reageerde. Oké, dat is suspicious. Meestal is er een andere vrouw. Snap je? Als het hier droger wordt, dan wordt het daar natter. Oké, dat klinkt niet goed, maar je begrijpt wat ik bedoel. Als gesprekken hier korter worden, worden ze hier langer. Dat klonk ook niet goed. Anyway. Dus ik heb hem gebeld met de vraag wat er aan de hand was. In eerste instantie drukte hij me weg, maar nadat ik hem had geappt, dat ik hem hoe dan ook wou spreken, nam hij toch zijn telefoon op echt kinderachtig gedrag. Hij was die avond ervoor bij zijn ex geweest, die hem toch weer terug wou. Wat is het toch met al die exen altijd? Ze was blijkbaar helemaal overstuur geweest de avond ervoor. Dus ik zei, joh, alleen maar super lief dat je nog voor haar bent, bla bla bla. Dat is niet super lief, dat is super vreemd. Nou, wij nog een keer afgesproken en ik merkte dat er iets speelde. Dus ik heb hem gevraagd of hij weer bij haar was geweest en hij twijfelde. Later die week hadden we elkaar gebeld en had hij gezegd dat hij toch weer met haar wou proberen. De excuses die toen kwamen zijn te erg voor woorden. Oké, ik ben benieuwd, jongens. Want, oh. Je oude schoenen die heerlijk lopen, kan je soms geen afstand van doen. Ook al zijn je nieuwe schoenen veel mooier en lopen ze nog lekkerder. Ik was echt perfect voor hem, maar zij was eerst. Het kwam er eigenlijk op neer dat alles wat hij zei, ik een veel betere keuze zou zijn. Ook volgens mijn moeder. Volgens mijn moeder of zijn moeder. Maar hij ging toch liever voor haar, maar wel met de vraag dat als ze weer eens ruzie zouden hebben, ik de deur voor hem open wou laten. Daarom heb ik geantwoord dat ik mezelf te goed vind om tweede keus te zijn. Goed zo! Het antwoord wat daarop volgde was, je bent geen tweede keus, maar een nieuwe. Wat erg. Oh, dit vind ik zo erg. Het is niet eens, hij wil niet eens kiezen. Hij wil letterlijk niet eens kiezen. Dus ik ben wel benieuwd wat de update zou zijn van dit verhaal. Want mega benieuwd. Dit is echt heel erg. Ik ben wel benieuwd hoe dit is afgelopen. Oké, nog een korte om mee af te sluiten, jongens. Ik die geen tatoeage van mijn ex mocht. Zo controlerend weer. Weet je, waarom mag je iets niet? Waarom mag je iets niet van je vriend? En ze kreeg een keuze. Ze moest kiezen tussen de tattoo of hem. Nou, ik had ook geweten. Dag, als ik moet kiezen voor jou of voor iets anders, het maakt niet uit wat. Jij hebt verloren. Doe eens even normaal. En vervolgens beledigd was dat ik voor de tattoo koos. I love that. Jongens, het waren alweer de verhalen van jullie. Het is echt wel weer een bittere pil.
Jazeker. Ontzettend bedankt voor het kijken van deze video's. Laat even je mening achter bij de comments. Ik ben wel benieuwd wat jullie hiervan vinden. En vergeet ook niet om jouw eigen verhaal in te sturen via Instagram. Ik ben heel erg benieuwd. En tot de volgende keer. Bye!